Goedendag allemaal. Veel positieve reacties over de Chinese aardbei op Instagram en Facebook. En nu ook in Gertjans keuze. Maar nu eerst meer over de watermeloen. De watermeloen is veelvuldig in Gertjans keuze. We vinden het dan ook heel bijzonder fruit. Super passend bij het seizoen. Verschillende vormen, verschillende maten en niet altijd rood, dus ook geel. Het Nederlandse zachtfruit is natuurlijk volop in seizoen. Maar deze week zijn we begonnen met de kruisbessen en de eerste nieuwe oogst rode bessen uit de kas. Deze Chinese vruchten, Yang Mai genaamd, zijn in China heel bekend en super geliefd. In Nederland zijn ze eigenlijk nog nieuw. Daarom zijn we ook super trots dat we ze dit jaar hebben. Het seizoen is kort. In Nederland noemen we het de Chinese aardbei. Maar in tegenstelling tot wat u denkt, het is geen zacht fruit. Het is steenfruit, dus het heeft ook echt een pitje van binnen. Is fris zuur van smaak. Moet u zeker een keer proberen. De meest verkochte eetbare bloem in Japan is de chrysant. En we hebben nu gele en vanaf volgende week hebben we ook paarse. Het zijn mooie grote knoppen met super veel opbrengst, heel veel blaadjes.